Hallo allemaal, mijn naam is Maarten en we staan hier vandaag op Kunstbende in Vooruit in Gent. Mediaavond om vandaag een reportage maken en ik ga jullie meenemen achter de schermen. Kunstbende is een talentenshow waar iedereen van 13 tot 19 jaar aan kan meedoen. Een soort vrij podium dus. Bij aankomst in de Vooruit verzamelen alle mediaraven in een zaaltje die ons door de organisatie van Kunstbende is toegewezen. We zijn aanwezig met meerdere teams en iedereen volgt een bepaalde categorie. Wij volgen iemand in de categorie muziek. We bespreken nog een laatste keer wat we van plan zijn en dan kan het filmen beginnen. We gaan op zoek naar iemand die we vandaag kunnen volgen. Na een tijdje vinden we iemand die heel enthousiast is en die we mogen volgen. Haar artiestennaam is Laura Ellis. Waarom moeten anderen meedoen aan de Kunstbende? Omdat dat gewoon kapot is. Ja, is het kapot. Na het interview die we met haar hebben afgenomen, nemen we nog enkele beelden op die we in scène zetten. Zo lijkt het alsof we haar al de hele dag volgen. Ook dat moet gebeuren natuurlijk. We nemen ook nog wat sfeerbeelden van haar op terwijl ze in het café van de Vooruit met haar familie en vrienden aan het wachten is tot ze het podium opmaakt. Het is bijna de beurt aan de kandidaat die wij vandaag volgen om op te treden. Daarjuist zijn we naar de technieker gegaan en we hebben aan hem een lijntje gevraagd om de audio van haar optreden rechtstreeks te kunnen opnemen. Dat gaat het ook gemakkelijker maken om dat in de reportage te verwerken. Dus je ziet, daar komen nogal wat dingen bij kijken bij het maken van zo'n reportage. Ben jij nu ook geïnteresseerd in het maken van reportages van Kunstbende of van eender welk ander evenement? Kijk dan eens op de site van Mediaraven en kom eens langs. Schrijf je in als vrijwilliger. Het moment is eindelijk aangebroken. Onze kandidaten gaat het podium op. Eén iemand zat in de zaal om sfeerbeelden te maken terwijl een andere mediaraaf backstage aan het filmen is. Na het optreden is het natuurlijk ook heel belangrijk om de reactie van haar familie op beeld vast te leggen. Daarna doen we nog een klein interview met haar en dat is het. We hebben al de beelden die we nodig hebben om een topreportage te maken.